Sommige PSV-spelers waren duidelijk nog aan het nagenieten van de 4-0 overwinning op Ajax. De Eindhovenaren zijn door de winst weer koploper van de Eredivisie. En ja, in de tweede helft was de goal was duidelijk het breekpunt. Het leek een beetje wat je bij pupillen wel eens ziet. Dat als er dan een goal valt, dat in één keer alles in één keer mee zit. Maar ja, dit dwong PSV ook wel zelf af op mentaliteit. Het jonge elftal van PSV speelt wisselvallig. Woensdag is de bekerwedstrijd tegen Telstar. Dat zijn wedstrijden waar je gewoon heel goed moet oppassen. Want Telstar heeft helemaal niets te verliezen. Het is een ploeg die gewoon derde staat in de Jupiler League. Dus dat is helemaal niet zo'n slechte formatie. En dan zul je gewoon met een goed elftal moeten staan. Al verwacht ik wel dat normaal gesproken Philippe Cocu wel weer wat spelers rust zal geven. CQ wat spelers zal sparen voor de toppen van zaterdag tegen AZ. Rekiek is nog een tijdje uitgeschakeld, maar Her en Wijnaldum trainden nog apart van de groep. Ja, Cocu heeft duidelijk gekozen voor Schaars, Maher en Wijnaldum als potentiële basisspelers. Maar je ziet wel dat je kunt afwisselen. En dat met Toivonen, dat je toch ook een extra wapen in handen hebt. Dat de wedstrijd iets anders vraagt. Ik vind namelijk dat je met Toivonen meer vechtvoetbal kunt spelen.